Ja. En zometeen. We staan hier met Wijnand Jonge, de voorzitter van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie. Goedemiddag is het ondertussen nog. Goedemiddag. Hallo. Ik begrijp dat u aanstaande zaterdag bij Vara Kassa op de televisie bent. Ja. Waarom? Het gaat over dual pricing, ofwel het feit dat de fabrikanten verschillende prijzen hanteren naar retailers en naar gewone winkels. Nou, daar hebben onze retailers en onze webwinkels steeds meer mee te maken. En ja, formeel, als dat zover gaat dat er prijsafspraken gemaakt worden, mag dat natuurlijk niet. Mm-hmm. Dat is een probleem. Heeft u die indicatie dat er prijsafspraken zijn? Dat weten we niet precies. Dus eigenlijk vinden we dat er gewoon onderzoek moet plaatsvinden. Eigenlijk vinden we dat de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, dat die eigenlijk moet kijken naar, is er iets los? Wat zijn de spelregels? Wat mag wel en wat mag niet? Ja, en heeft u ze dat ook gevraagd? Dat hebben wij al een keer gevraagd. En ik weet ook dat ze door Radar of door Kassa al een keer benaderd zijn van, joh, doe er dan wat aan. Maar zij zullen dat moeten oppakken omdat zij uitspraken moeten doen over wat wel moet. Ja, en wat zeiden ze toen tegen u, toen u het vroeg? Toen zeiden ze, nou ja, wat mag is dat een fabrikant een verschillende prijs mag hanteren naar een retailer, dus een detailist, en naar een webwinkel. Maar wat niet mag, is dat daar prijsafspraken collectief aan de grondslag liggen. Ja. En ja, het is heel moeilijk om daar de vinger achter te krijgen. Ja. Aanstaande zaterdag, Vara Kassa. Altijd weer spannend. Bedankt voor uw tijd. Ja. Goed. Kijk, leuk.